Hallo, dit is de Sony RX100 Mark VI. Het nieuwste model van Sony in de RX-serie. Het is een stijlvol, strak en minimalistisch vormgegeven compactcamera, voorzien van een bliksemsnelle autofocus, een razendsnelle burst en nog weer betere videomogelijkheden. En dat allemaal vormgegeven in een formaat dat je zo in je jas of in je broekzak wegstopt. De RX100 is voorzien van een gestekte 1-inch CMOS sensor. En gestekt wil gewoon zeggen dat hij echt razendsnel zijn beelden weg kan schrijven. En omdat de sensor ook nog eens back-illuminated is, heb je een verbeterde lichtopbrengst. En dankzij de Bionz X beeldprocessor die je bijvoorbeeld ook tegenkomt in de A9 en de A7 III systeemcamera's van Sony, krijg je echt hoge kwaliteit foto's met een minimale ruis. Deze processor maakt het ook mogelijk dat je een razendsnelle gezichtsherkenning tot je beschikking hebt, een geweldige eye focus en natuurlijk niet onbelangrijk, een bliksemsnelle scherpstelling. Nog even over die autofocus. De RX100 Mark VI beschikt over 315 detectiepunten en dat betekent dat hij 65% van het beeldveld beslaat. Dit zorgt ervoor dat zelfs snel bewegende onderwerpen veraf haarscherp zullen worden vastgelegd. En dankzij een scherpstelsnelheid van 0,03 seconden hoef je geen enkel actiemoment meer te missen. De RX100 Mark VI is voorzien van een 24-200 lens met een lichtsterkte van 2,8 tot 4,5. En hij is ook echt over het hele bereik van rand tot rand haarscherp. Met deze camera heb je dus eigenlijk altijd een telelens bij je en dat gewoon in je broekzak. Dankzij de 4K HDR modus met een breed kleurbereik en een hoge helderheid neem je altijd op in de hoogst mogelijke kwaliteit. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van S-Log 2 en S-Log 3 om in de nabewerking de perfecte kleurbalans en helderheid nog te bepalen. Net als andere RX100 modellen is ook deze RX100 Mark VI weer voorzien van een viewfinder. En deze zit verborgen in de body en met een druk op de knop komt hij naar boven. Als je de viewfinder gebruikt, kan je tevens je LCD-scherm gebruiken als touchscreen voor het verleggen van je focuspunt. Als laatste nog even een extra noemenswaardige feature van deze camera, de burst. 24 beelden per seconde kan hij vastleggen. En dat met een maximale buffer van 233 beelden. Vond je deze video leuk? Geef hem een like. En wil je meer van dit soort video's zien? Abonneer je dan op ons kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.